club. Je kijkt naar beelden van het van vlak na het laatste fluitsignaal bij de wedstrijd in Eindhoven. Het 0-0 gelijkspel was daar voldoende voor het kampioenschap van VVV. De derde keer in de historie dat de Venlonaren deze schaal winnen. Fantastische ontlading bij de spelers. En dat betekent dat vandaag hier in Venlo op het Stadhuisplein het feest kan gaan losbarsten. Snel met de bal over. Van de Joep van Biel, dan zijn ze eindelijk op de markt. Waar dus die duizenden supporters zich hebben verzameld voor hun kampioenen. Voor de derde keer in de historie pakt de VVV de titel in de eerste divisie. 1993, 2009 en ook in 2017 is VVV de beste van de eerste divisie. En dat mag gevierd worden, u ziet het. Yeah.
bij het stadhuis. Gaan daar nu eventjes naar binnen. Ze worden dan toegesproken door de burgemeester. Kunnen zich nog eventjes vaccineren, misschien nog eventjes naar het toilet. En dan over een paar minuten komen ze weer naar buiten voor de welbekende bordes-scène. En dan zal dus ook het publiek in Venlo eindelijk die schaal kunnen zien die dan door aanvoerder Danny Post omhoog wordt gehouden. Maar ondertussen ja, blijft het hier gewoon de feest. U ziet het. Elke burgemeester mag een keer een beeldje uitreiken als VVV promoveert. En dat zijn de stichters van onze stad. Valewas en Gertruud. Valewas, ja ja. Fluas en Gertruud. En ik heb het begrepen dat VVV vroeger ook Valewas heette. Het mooiste clublied. Het mooiste clublied is natuurlijk Alles Hee is VVV. En we gaan truc naar de Eredivisie, zo met z'n allen. Ik wil dit beeldje uitreiken aan de voorzitter van VVV. Thank you very much. Okay. Very much. Sorry, even kijken. Oké, verder heren. Het moment is door. Waar je lang op hebt gewacht. Want ik kon nog voorstellen aan een man die het vanochtend mogelijk gemaakt. Als ze een Venlo neer naar Den Haag stuurt, dan gaat het meestal niet zo goed. Maar als ze een Haag ineens naar Venlo holt, dan wordt de kampioenen. Hier is Maurice Stijn. En dan geeft Maurice de schaal even aan de assistent, Oeits VVV-speler, Jijke! Maar het is goed gekomen, Harold Kerk! Wim Jacob! Wim Jacob!
Stem! Stem! Dan gaan we naar de spelers, naar de A-selectie van VVV Venlo. Om te beginnen, ook applaus, Roy Oemen! Maakte zijn debuut op 4 november Toes tegen Dordrecht. Lodderk Urenburg, Gilles Respe. Van het middenveld. Het eerste jaar en het eerste van VVV. Lollegieren, Venlo, Veur, Vincent Bogaerts. Lollegieren, Veur, Sam. Sam. Sam Kutsters. Lodderk Urenburg, Maarten de Fokker! Losmaken hey, met de ganse merit. Lollegieren Veur, nummer 20, Joey! Joey! Lollegieren, Venloneren, Veur, Tristan! Oh,
voetballer van VVV Venlo, Sandrino Messicia! Daar boven op die berg, daar stond een kalkoen. En weet je wat die zei? VVV wordt kampioen. Lood maar lekker go, zo wie het geit. Zetjes in een goed op. Het is jouw geduld. Dan gaan we door naar de nummer 16. Fantastische reddingen gisteravond, hier gisteravond nog in Eindhoven. Samen met Sien Breuk in het eerste van VVV. 16 keer de 0, Delano! Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent mijn tranen niet waard. En voor de nummer 19 is het dubbelfeest. Lonneguren-Ver, Torino Hunter! Torino Hunter! Venlo, Lonneguren, voor de nummer 10, Jonathan! En Schoonos, de Eredivisie in! Lonneguren, voor de nummer 8, Clint! 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 Hij speelde gisteren zijn 100ste wedstrijd voor VVV. Maakte een jonge oranje zijn debuut. Lonneguren voor de nummer 7. Vito! 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 Gescoord tegen Fortuna Sittard, nummer 9, Ralf! 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 Dan is het tijd voor de laatste held van VVV Venlo. Die ons naar het kampioenschap heeft gebracht. Die ons naar de Eredivisie heeft gebracht. De leider binnen het team. De aanvoerder van VVV, Danny Bos! Ja.
Was weer goed, even trokken. En zoveel van plan, maar het trots kreeg leeg lokken. Wil het verstand dat niet van, en al die jaren was ik nergens toe. Het is goed geweest, de schaal die is weer toe. Zien ons toch, hier ben ik geboren, het eerste geworden. Ik kom weer de schaal gebouwd niet meer. Druk door het stadje van de zee. Kampioenen Venlo! Onderweg is bedankt. De helden van Venlo worden toegezongen op het bordes van het stadhuis.
VVV was dit seizoen herenmeester in de Jupiler League en pakt verdiend de titel. Volgend jaar keert de ploeg dus terug in de Eredivisie, maar dat is allemaal later. Want hier op de markt en in de binnenstad zal het nog lang onrustig blijven. Want VVV is de kampioen van de Jupiler League in het seizoen 2016-2017. En dat gaat hier in Venlo gevierd worden. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond.